Om er heel kort iets bij aan te vullen, zal ik nog eens Blaise Pascal citeren. Hij schrijft in datzelfde boek: alle ellende van de mensheid komt voort uit het feit dat we er niet in slagen om rustig in een kamer te blijven zitten. Punt. Dat is toch eentje om goed over na te denken. Dus we slagen er niet in om rustig zomaar niets te doen. We willen naar buiten, we zoeken erkenning, we willen een leven leiden, we streven ergens naar. En dat maakt dat we ook vaak onszelf voorbij lopen, omdat er geen eindpunt is aan dat streven, omdat je altijd beter en meer kan in je leven en omdat je inderdaad die behoefte hebt aan sociale erkenning. Ik bedoel, waarom streven we ergens naar? Waarom zoeken we naar die buitenwereld? Omdat iemand anders ons zegt dat wat we doen ertoe doet. En ik denk dat, om nog heel even op die burn-out in te pikken, dat ook heel veel mensen die daarmee worstelen het gevoel hebben dat hoe hard ze ook hun best doen, het eigenlijk geen verschil meer uitmaakt. Dat het er niet meer toe doet. Dat als men jou vraagt, werk nog een beetje harder en je doet het, en daarna volgen er toch ontslagen en je afvraagt, wat ik doe maakt eigenlijk totaal geen verschil meer uit. Ik heb geen impact meer, ik heb geen eigenaarschap meer liever van mijn leven. En of je dan veel of weinig doet, dat kan soms versterkend werken, maar het kan ook best zijn dat je een rustig leven hebt en toch daarin sukkelt. En dat is ook individueel verschillend. Hè? Er zijn, mensen zijn soms wat drukker van aard en wat meer nood aan die contacten en anderen zijn een beetje meer op hun eigen. Dat is allemaal oké ook. Hè? Maar de man van Pascal, dat is mijn patiënt, hè? Die dus in zijn kamer alleen zit en niemand heeft en geen verlangen. Als je geen verlangen meer hebt om iets te realiseren, dat wordt heel moeilijk. Hè? Dat is psychiatrische pathologie, zou je dan kunnen zeggen. Maar dat heeft toch ook altijd weer met een context te maken. Vaak is dat verlangen kapot gemaakt door allerlei omstandigheden. Maar dat is rampzalig. Ik moet altijd terug weer benadrukken dat ook in mijn vak mensen die te veel bezig zijn, dat kunnen we gemakkelijker temperen met gesprekken of zelfs in het uiterste geval met medicatie. Maar wat we noemen negatieve symptomen, geen enkele motivatie om iets te doen met uw leven, dat is heel moeilijk te behandelen ook. Mensen komen ook niet naar mij, want die zeggen, ja, ik moet, dat gaat toch niet helpen. He? Dus dat is veel rampzaliger nog. He? De volkomen vernietzing is veel erger dan de drukte. Dus u kunt allemaal gerust naar huis. Het is allemaal in orde.